Heb je lekker gesnoten? Heb je dat neusje gesnoten? Ja, hij is nog wel een beetje dicht, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we toch gewoon weer. Weet je het zeker? Wil je niet nog even... Nog eens? Wil je dat ik nog een keer ga snuiten? Dan doe ik het hoor, want voor mij hoeft het niet meer. Ik weet niet of je het leuk vindt, of je dat geluidje... Ik vind het een geinig geluidje. Het is een geinig geluidje, maar... Ik kan ook weer sprinten. De exit. De exit. Uitgespeeld. Lekker hoor. Oef. Hebben we lekker spelen al gezegd? Nee. Doe het. Mag ik het een keer doen? Ja. Lekker spelen. Je doet het ook als een van de beste. Ja? Ja. Er zijn maar twee mensen die dit zeggen, dus... Wie? Wie zegt dat nog meer? Welke? Jij! Ik doe gewoon jij! Heb je tegen mij nou of... Oké, het is veel te stil weer. Ja, zometeen gaan ze ons weer laten schrikken en ze willen onze penis gewoon afnemen, dat weet je nu. Kijk, voor mijn geld, oké. Kom voor mijn eigenwaarde, oké. Kom voor mijn skillers, no way. Mijn skillers moet je afblijven. Wat ik nu geinig. Ja, dat is kiekeboe. Dit vind ik geinig. Er zijn een paar dingen in de wereld die ik geinig vind. Poepgrappies, piemelgrappies. En dan heb je ook nog dit geinige mannetje. Die staat ook gewoon hoog op dat lijstje genoteerd. Zeker top 5. Maar dat koppie is niet grappig. Hij is geconcentreerd. En dat is belangrijk hoor. Kijk, als zou een grappig bekkie trekken, dan is het veel minder grappig. Dat is minder grappig. Maar hier heb je... Hij gaat er ook vol voor. Ja. Je weet dat hij het zelf grappig vindt. Maar hij weet zijn hoofd geconcentreerd te houden. En dat is het... Allermoeilijkste bij zoiets. Hij weet dat het belangrijk is dat je geconcentreerd kijkt. Dat het kan de hele grap maken of breken. Het is hem gelukt. En daarom wil ik het ook even snel kwijt dat hij zelf ook hoort dat het goed is. Oké. We moeten trouwens niet vergeten, die ene man die heeft ons gered. En die moeten we nog een high five geven. Ja, die moeten nog een high five uitdelen. Die moeten we aantikken. Kijk eens even naar boven, wat is hier helemaal gebeurd? Dit zijn de vagina's. In de media wordt het echt zo neergezet van, oh, dit zijn de perfecte benen. Je moet echt dun zijn. Maar ik vind het persoonlijk niet eens mooi meer. Ik vind het echt te dun. Ga een sandwich eten. Ga een sandwich eten. Dat te dik. Hey, skipped leg day. Oh, zo kut. Het is een lekker stemmetje hoor, je kan zeggen wat je wilt. Als jij al iemand een compliment geeft om zijn stem, dan moet het echt goed zijn. Ja. Ja, ik ben dat van jou gewend, dat ik van jou hoor. Meestal kraak ik mensen altijd helemaal af. Vergelijk met jou is dat nog niks. Laten we daar eerlijk over zijn met z'n allen, laten we er gewoon... Dan moet ik even serieus even kijken. Maar dan wil ik even serieus even kwijt, want nu gaan mensen misschien denken van, is hij nu beter? Na die skip leg day denken jullie misschien dat alles een geintje is. Maar nee, maar nu moet ik ook even ingrijpen op zulke momenten, want Peter kan echt heel goed zingen. Maar die doet het met gevoel. Met deze man is... Maar hij is goed, hoor. Ik zing ook niet met mijn stemband, ik zing met mijn ziel en dat is het grote verschil. Je hart ook, dat is misschien wel belangrijk. Ik word altijd emotioneel, zelfs als het een... Niet emotioneel bedoeld, maar het is gewoon omdat jouw stem zo mooi. Het raakt gewoon alles. Sommige mensen bespelen de snaren van een gitaar en ik bespeel de snaren van een hart. Ja. Laat dat even duidelijk zijn. Dan weten we dat, maar dan wil ik ook geen grapje achteraan. Dit is het gewoon. En als we eerlijk zijn, dan moeten we ook niet grappen gaan proberen te doen. Iedereen zijn mening telt en Maar in dit geval niet, want dit is niet eens een kwestie van mening. Dit is een kwestie van feitjes. Even een feitje. Anders ga je het door elkaar halen, mening en feit ook nog. Dat is ook niet de bedoeling. Maar volgens mij was het punt dat hij een lekker stemmetje had. Oh, wat is links? Gewoon trouwen, hè? Nu mag je wel even zingen. Ik denk dat die man je gaat laten schrikken. Maar dat weet je niet. Oh nee, Oké, hij heeft een sleuteltje. Oh, een mannetje achter me! Wow! Oh, weg, wees hem. Ik zie een keer de goede kant. En dit kan niet! Dit kan niemand! Dit doet niemand me na! Die jij de squeeze goed doen? Nee, dat gaat hem niet lukken. Nooit van zijn leven niet. Je moet eerst een paar YouTube-filmpjes kijken van hoe ik dat heb gedaan. En anders gaat hij hacken. Anders komt hij, dan gaat hij die wall glitches doen, die wall hacks. Oké, waar ben ik? Niemand weet het. Oké, waar ben ik?
Woef! Oh, hij heeft je afgesneden. En dat is precies wat hij met je penis ook wil doen. Het is nou eenmaal zo'n ding. Pukken. Waar is hij nou? Man, ik zie hem niet hoor. Waar is hij nou? Hey, zit je soms hier? Nee. Oh, hij heeft je... Had je gezien, deurtje dicht. Nee, dat gaat echt niet hoor. Oh, dan heeft hij je straks weer ingehaald. Nee, ik ga nu gewoon rechtdoor. Nu ga ik gewoon rechtdoor. Weet ik waar ik heen moet. Kom op. Sprint nou een keertje door. Je waren al geweest. Dit is goed. Lekker. Dit is goed. Kom op. Oh, nu is het echt lekker hoor. Wat ga je nu doen? Nu vind ik het lekker. Wanneer vind ik het echt lekker? Die grappige man, lekker. Tweede keer is hij ook goed. Ja, hij is nog steeds goed. En hoppakee. Zo, eindelijk even rust in de tent. Ik heb een nieuw grapje bedacht. Oké, nou, dan mag je me even in alle rust vertellen. Even je lachspieren even wekken. Oké. Okay. Het is een onderzeeën. Jongens, welkom in de onderzeeën. Stop, ja, waarom is het een onderzeeën? Oh, we moeten hier... Nee! Ah, man! One more. Nee! Wat om? Auw! Auw! Oké, de laatste was niet echt ouw. Ik voelde er eigenlijk geen een beetje mee. Ik voelde er geen een eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Jij leeft je niet in. Gaat hij nou alsnog voor onze penis? Nee. We hebben ons penis in zijn tak, dan kunnen we gerust sterven. Waarom zijn wij de enige mannen die hier hangen? Zijn wij zo speciaal? Ja, waar? Hoe zijn wij aan die kleren gekomen? Waar toch naakt trouwens? Ja, inderdaad, wat is dit? Daarom was ik zo langzaam. Daar ben ik achter. Oh, wow. Penis te gewoon zien. Wow. Oh, Wiggle. Hey, Wiggle. Hoe noem je? Hoe ging het? Gaat het nummertje? Wiggle. Oh, gaat hij zelf nu? Oh, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hoe heb ik nou hem? Ja, we wat zijn... Waarom letten we nou nooit op? Maar hij gaf wel een complimentje nog en dat waardeer ik. Inderdaad, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Ah, als de video online staat, dan weten we het wel. Ja, misschien. Hoe hebben we dit echt gedaan? Ik zat er nog steeds over in... Ik was te agressief omdat mijn piemel niet in beeld was. Ja, inderdaad. Maar ik vond het echt vervelend ook. Hoe zijn we... Of hebben we echt kleren ergens... Nee, toch? We hebben geen kleding gepakt. We zijn gewoon volledig niet meer naakt. Kijk, en daarom ben ik zo langzaam. Dat is gewoon vervelend. Ja, en dat kost punten ook voor het spel en de review. Dat kan ik nu al zeggen. Ik neem het echt zeker mee. Ik heb het ook genoteerd. Ik zag het. Even een staat hier met grote koeienletters. Ja, dus met zo'n koeienvlekken, koeien heb je erop ingekleurd. Ik heb het ingekleurd. Dat is niet ons doel. Gewoon weer verder. Maar ik heb liever deze man, de man met de opfokkende zaag. Want die vind ik echt... Dat is niet jouw ding, hè? Dat is niet mijn ding. Wauw. Zo. Nou, zijn we al onze gelovige kijkers ook weer kwijt. Ja, die zijn we kwijt. Hey, dat is de Spider-Man. Waar? Hij zit... Hoe lang zit Spider-Man er dan wel niet? Of niet? Jawel, het is hem wel, hoor. Of is het weer een geval dat je copy-paste, want dan ben ik gek. Want dit is namelijk een prequel. Uh-oh. Wat houdt een prequel in eigenlijk? Dat het voor het origineel is gebeurd allemaal. Maar we kwamen met onze auto binnen. Ja, in deel 1 kwamen we met onze auto binnen. Maar... En dit is misschien... En het was ervoor gebeurd. Ja, maar nu ben je een patiënt in het gekkenhuis. En toen speelde je een journalist die YouTube-filmpjes wilde maken. Oh. Dus we waren er al... We kwamen eruit en dan gingen we er weer in. Nee, dit is de vooraf gebeurd. Dit is gewoon één van de gekken in het... Oh, we zijn niet dezelfde man. Nee. Oh, weet ik veel. Ik lees die papiertjes toch niet? Ik ben toch geen nerd? Oh, en dan val ik door de mand. Ik heb ze allemaal gelezen in mijn vrije tijd. Zat ik toch even door. Daar ging ik. Ja, je probeert het zo verborgen te houden, maar... En dan praat ik mezelf voorbij. Hoor ik daar nou een wapentje? We gaan ook met technologie beginnen, want... Daar zat ik wel op te wachten, technologie. Ja. Bel een keer iemand. Ja, ik zou het gewoon doen hoor.
0906 0911. Lekker bellen met hem, lekker bellen met haar. Koekoek.